Goedemorgen en fijn dat jullie kijken weer naar een nieuwe vlog of video binnen de week van Ruud Henk. Here we go, yes, we gaan beginnen. Goed, ja, het is morgen, het is een donderdagochtend en we gaan zo weer op naar het werk. Zoals we het anders ook altijd doen. Maar nee, heel goed, het is wel volgens mij de eerste keer in een lange tijd dat het weer eens droog is. Voor mij zou het vandaag ook redelijk droog blijven, dus dat is wel mooi. Maar alle regen komt zonneschijn, dus is hier maar dat het enig effect heeft. En er staat natuurlijk een nieuwe vlog online, dus gaan we bekijken. Een soort andere weekvlog, de 70. Ja, dat is wel gek eigenlijk, hè? 70 soort andere weekvlogs hebben we al gemaakt. Ja, een hele reeks aan vlogs, onvoorstelbaar. Maar ja, goed, dan kan ik ook wel alleen een grote dankjewel zeggen aan heel Nederland. Ja, jullie zullen de mensen die de vlog met heel veel plezier bekijken. Dat wordt gewoon oprecht gedaan. Nou goed, ik hou het kort, want ik ga zo dan lekker naar mijn werk. Dan ga ik naar het toilet of zo. En, nou ja, dan lekker op naar mijn werk. Ik zou zeggen, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Maak er wat van. En dan zie ik jullie uiteraard vanavond weer op een vervolg bij de week voor u denk. Dus fijne dag, werk ze allemaal en tot op een vervolg bij de week voor u denk. Leuk dat jullie weer zien na een vervolg van vanochtend. Ja, ik moet Nederland gaan bedanken. Dat moet ik nou echt gaan doen. Dat is het eerste wat ik ga doen op deze vlog of video. Ja, wat ben ik zonder jullie? En dat is echt zo, want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar binnen een dag tijd, mijn nieuwste video, 7 of een andere soort weekvlog. Dus, een soort andere weekvlog. De 70ste is meer dan 52 keer in meer dan 12 uur bekeken. Ja, echt onvoorstelbaar. Ik ben eigenlijk meer dan verbijsterd. Ongelooflijke grote dank jullie wel. Dat is denk ik echt oprecht het allereerste wat ik naar heel Nederland en mijn zanden alle kijkers en abonnees moet gaan zeggen. Het overrompelt mij en dat is wel iets. Ja, wat goed. Ik ben echt heel blij. Dat is gewoon iets ja, wat ik gewoon met heel veel plezier maak voor de kijkers. En wat met heel veel plezier gewaardeerd wordt. En dat is het allerbelangrijkste. En daar ben ik echt heel blij mee. Dus een ongelofelijke grote dank jullie wel. Ja, echt. Super. 52 keer in minder of iets meer dan 12 uur tijd. Ja, ik vind het gekke werk eigenlijk. Maar het is echt onvoorstelbaar. Ja, echt dank jullie wel Nederland. En alle abonnees, kijkers, mensen die het mogelijk maken. Echt fantastisch. Ga er ook mee door, dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, ik kom net terug van de omroep. Een heel groot gesprek gehad. Met mijn collega en met ook nog iemand anders. Moesten we nog even iets bespreken. Maar ja, dat moet ook wel eens gebeuren. Een fijne uitzending gehad. Ik ben nu net thuis. Dus ik ga zo meteen lekker voor de tv nog even wat drinken. Een banaantje eten. En dan lekker naar bed, want morgen gaan we even langs mijn werk. Ik moet even wat aanbrengen. Dat heb ik ook al klaarstaan. En we hebben natuurlijk aanstaand weekend de sponsorloop. Nou ja, goed. Of eigenlijk een herinneringsloop. Ja, ik denk dat je dat ook zo wel kunt stellen aan een persoon. De loop is eigenlijk weer in samenwerking met... En als je een bepaalde diagnose gesteld krijgt, net zoals bijvoorbeeld alvleesklierkanker, dat is natuurlijk iets, nou ja, als je dat meemaakt van dichtbij is dat verschrikkelijk om te moeten zien. En ja, goed, dat je er voor diegene bent is heel begrijpelijk en heel belangrijk, maar het is wel, nou ja, het is wel confronterend om iemand te zien aftakelen. Ik denk dat je dat toch wel, maar daarom gaan wij dus ook binnen de hele Big Family aanstaande zondag om, nou wat is het? 8 uur of zo, ik moet goed zeggen, om 9 uur moeten we aanwezig zijn en dan gaan we ook een soort van loop houden om weer zoveel mogelijk geld in te zamelen en zoveel mogelijk onderzoek te doen naar alvleesklierkanker. Omdat, nou ja, hopelijk voor de mensen die dat in de toekomst krijgen, die diagnose, om, nou ja, dat toch wat tegen te kunnen doen. En nogmaals, het is een verschrikkelijke rotziekte, laten we dat voorop stellen, dat het gewoon zo is. Dus ja, dat staat er voor het weekend in de planning. Goed, ik zou zeggen, jullie allemaal bedankt voor het kijken. Gaan we uiteraard naar de week voor u heen op YouTube. Misschien op de platform op social media voor de nieuwste ontwikkelingen. Ja, er is me gewoon weer één dag één ding te zeggen.
ik ga wel bijkomen voor die 52 die 52 weergaves in één dag tijd. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, en eindig ik met de toffe woorden, zwaai zwaai, bye bye, en tot morgen beste kijkers, weer op een vervolg bij een nieuwe video. En slaap lekker alvast. En weer een hele dikke proficiat in heel Nederland. Inmiddels is de vlog opgelopen naar bijna 60 weergaves en 144 abonnees. Wat goed. Ik moet wel wat recht zetten trouwens, want ik dacht dus echt dat dit jaar dat wij 5 jaar bestonden als de Revolutie Henk, maar ik heb dat dus teruggekeken in mijn archief. En dat is pas volgend jaar. En ja, ik werd er ook op geadviseerd door mensen die zeiden van nee, Ruud Henk, 2020, dus dan is het 21, 22, 23, 24, 25. Dus ik heb denk ik 2020 erbij gerekend en dat had ik dus niet moeten doen. Dus kortom, ik heb het gewoon, ik ben niet zo goed in cijfers en getallen, dus ik heb dat gewoon verkeerd, nou ja, geteld zeg maar. Dus nogmaals voor alle kijkers thuis, dit jaar is het dus 4 jaar en volgend jaar is het dat ik 5 jaar besta. Dus mijn excuus daarvoor, maar goed, ach ja, weer een lekkere blunder die in de geschiedenis kan, of in de ja, vloggeschiedenis van de week van u denk. Nee, maar we gaan zeker wel dit jaar wat doen met de serie. Nou ja, dan toch ook iets met het 4 jaar bestaan maken we er gewoon van. Hoe staan we erin met 2 grote interviews. En dan natuurlijk volgend jaar het 5 jaar bestaan. Dus dan heb ik nog even om er logisch over na te gaan denken. Hoe we het allemaal gaan doen en hoe het gaat worden. Net klaar met de uitzending. De begeleiding is nog even geweest. Nou goed, zometeen lekker lang uit voor de tv. En dan zit mijn dag al voor vandaag al op. Nou ja, morgen naar mijn ouders. En er zijn morgen weer wat dingen in de planning die we gaan doen. Dus ik neem jullie ook gerust allemaal weer mee. Ga de vlog ook bekijken op mijn YouTube kanaal. En ja, nogmaals mijn excuus. Volgend jaar 5 jaar en dit jaar 4 jaar. Laat dat even heel duidelijk zijn aan alle kijkers en abonnees toe. Maar ook met 4 jaar kunnen we wel een soort van groot interview doen. Hoe het met me is, hoe het met me gaat. Misschien de vragen die jullie hebben van de kijkers. Dus ja, stel ze ook gerust via de social media. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Allemaal een hele fijne avond. En tot morgen bij een nieuwe video of vlog binnen de week van Ruud Henk. Tot morgen, beste kijkers. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, het is vroeg. Bijna op de klok van 8 uur. Nee, maar goed, 9 uur gaan we lopen. Wat ik begrepen heb, is de inloop tussen 9 en 10 of zo. Dus, nee goed, ik ben maar vroeg mijn nest uitgegaan. Dan ben ik in ieder geval op tijd. Nou ja, goed, ik moet zo naar de tanden poetsen en nog een beetje opfrissen naar het toilet. Nou ja, goed. Dan is het ook al vrij snel 8:15 en dan stap je op de fiets. Dan ben je er ook ongeveer rond 8:45. Maar goed, ja, ik moet natuurlijk ook eerst nog een beetje zien hoe het allemaal loopt en doet en zo. Maar goed, ik wil daar wel op tijd zijn, dus ik ga ook op tijd die kant op. Want er zijn heel veel leuke mensen, heb ik begrepen. Dus dat komt ook allemaal goed. Ik moet even wat geld overhandigen voor in de pot daar. Natuurlijk een startgeld uiteraard ook. Dus ja, we gaan er een hele bijzondere ochtend van maken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Het weer zit één of mee. Dat is ook wel zeer belangrijk. Ik neem natuurlijk mijn eigen GoPro mee. Dat ik nog enigszins misschien wat kleine beelden kan scheppen over de herinnering. Dus dat is ook wel fijn. Dus ja, we gaan er gewoon een hele gezellige ochtend van maken. Ik zou zeggen, vooral blijven kijken binnen de week voor u zeker. En dan vertel ik jullie natuurlijk hoe het geweest is als ik weer terugkom en zo. Dus ja, ik zou zeggen, tot later op een vervolg, beste kijkers.